We staan aan afloop van de Wincanton Montfort Landrun bij Wesley van der Gouw, Prins Hendrik. Wesley, je kwam erg blij over de finish. Kun je eens uitleggen waarom? Ja, zo kort achter Patrick en achter Koen. Ja, dan kun je alleen zeggen dat het gewoon goed ging. Je hebt een wedstrijd gelopen, een beetje half in de regen, half droog. Hoe waren de omstandigheden? Als je het een beetje vergelijkt met de tijden, ja, het was niet echt gunstig. Je had veel wind, maar ja, toch wel lekker gelopen. Dus. Wat was jouw ambitie om hier te starten vandaag? Het is gewoon een grote loop. En ja, mijn doel was gewoon vandaag onder de 47. Het is helaas niet gelukt, maar ja, aangezien op welke plaats ik nu sta, ja, ben ik toch wel blij. Je was tweede Nederlander, derde Nederlander? Derde Nederlander. Dat is voor jou, neem ik aan, gezien jouw palmares, een topprestatie. Ja, ik ben nog geen anderhalf jaar bezig, dus... Ja, dat bedoel ik eigenlijk. Je bent, mag ik het zo zeggen, aankomend talent? Ze zeggen het. Kun je eens uitleggen, Prins Hendrik, hoe lang ben je met atletiek bezig? Wie is jouw trainer? En wat zijn jouw doelen in de toekomst? Ik ben nog geen anderhalf jaar bezig. Het is ooit begonnen met de 10 mijlen van Tilburg. Ja, dus 3 weken van tevoren als grapje begonnen. Ja, toen met trainen. Ja, een week van tevoren loop je op een trimloop 33.03. Daarna loop je best wel redelijk de 10 miles. 2 weken later win ik een wedstrijdje over 10 kilometer. Toen dacht ik, ik ga maar een beetje mailtjes rondsturen naar goede verenigingen. En toen binnen dezelfde dag nog kreeg ik een mailtje van Tony. Ja, Tony Dirks is natuurlijk toch een trainer waarvan je zou kunnen zeggen, die kan jou een heel eind verder helpen. Jazeker. Ik merk gewoon dat de prestaties ontzettend snel omhoog gaan. En vooral de laatste tijd. En de trainingen gaan lekker. En ik denk dat ik aan Tony heel veel heb. Hoe oud ben je, Wesley? 24. 24, senior. Wat zijn jouw doelen het komend jaar? Waar ga je een beetje op richten? Eerst nog Soest prominente loop. Dan mijn eerste halve marathon, dat wordt Egmond. Daar hoop ik gewoon heel goed te presteren. En daarna de NK Cross natuurlijk. En verder 10.000 banen, toch de langere afstanden, wel baan en weg een beetje combineren. Dat is nog altijd voor jou op dit moment heel veel zoeken van, waar liggen mijn sterke punten? Ja, dat is wel. Ja, ik denk zelf dat het een langere afstand gaat worden. Want ik merk hoe langer, hoe makkelijker gewoon gaan lopen. En uiteindelijk waarschijnlijk dan eens een keer een marathon. Ja, dat is nu heel vroeg natuurlijk om daar nog aan te denken. Maar dat is vaak toch wel uiteindelijk de ambitie van elke wegatleet. Ja, het is wel een beetje mijn ambitie om over een paar jaar toch de marathon te gaan doen. Nu nog niet, maar uiteindelijk toch wel een keer. Wat doe je in het dagelijks leven? Studeer je? Werk je nog? Ik studeer nog. En wat voor studie doe je? Sport en economie. Nou, is ook een leuke combinatie eigenlijk, hè? Ja, zeker. Vind ik hartstikke leuk om te doen. Dus, En daarnaast veel trainen. Hoeveel trainingen in de week, hoeveel trainingseenheden plan je zo in de week? 8 tot 9 keer. En ja, deze week wel rustiger natuurlijk vanwege de wedstrijd. Maar ja, normaal 8 of 9. Wesley, we gaan je in de gaten houden. Mooi talent in Nederland is denk ik heel belangrijk. Wie aan de toekomst denkt, moet aan talent denken. Ja, zeker. Veel succes nog. Dank je wel.